zowel met de ambtenaren en met, ja, met groot respect ook voor bepaalde ambtenaren. En Alwin van de Bovenkant mag ik zeker even noemen, maar hij zal wel ergens hierin staan in het publiek. Maar zonder andere namen te vergeten, maar ik vind Alwin toch wel eventjes goed om te noemen. Net zoals het bij Rijn is, ja, alle mannen kaart hun best hebben gedaan om dat nieuwe grondstoffenbeleid ook echt een plek te geven. Het is iets wat in heel Nederland speelt. Als je in het buitenland soms op vakantie gaat, is het bijna al ja, een eenvoudig iets. Want daar, ik ben toevallig 3 jaar geleden in Italië geweest en ik deed de keukenkastjes open. Nou, er waren zelfs 6 verschillende soorten waar ik mijn afval kwijt moest. Maar in Duitsland werkt het ook al zo. Nederland liep wat dat betreft, vond ik, een beetje achter. Het Rijk heeft het opgepakt. Een hoop gemeenten zijn ons al voorgegaan. Dus wat dat betreft is het nog alleen zo nieuw wat we in Lissewaard doen, maar het is wel nieuw voor de bewoners. En daarom vind ik jullie enthousiasme zo geweldig dat jullie hebben gezegd van joh, wij willen heel graag al daarmee aan de slag gaan. 24 containers die hier staan, die we om gaan katten. Er blijven restafvalcontainers over, maar in overleg ook met de VBA's en met jullie zijn er dus nu volgens mij 7 PND's, 7 OPK. Ja, ik zal misschien even de afkortingen gelijk toelichten. De journalistiek zit erbij. Plastic, metalen, drankkartons. OPK's, oud papier en karton. En dan hebben we 1 glascontainer, zeg ik eventjes. Ja, kijk even naar Ben. Goed zo. Dus nou ja, het maakt de bedoeling achter dat hele grondstoffenbeleid en het omgekeerd inzamelen is juist de bewoners het zo makkelijk mogelijk maken, faciliteren, zodat we straks een betere scheiding hebben en voor de hele circulaire economie, ja, we weer een stapje dichterbij die echte circulaire economie gaan komen. Dus daar ben ik heel blij mee en ik hoop straks dat jullie het goede voorbeeld geven voor de rest van Lissewaard. Ja, voormalig Bennissen, en ik sprak met een paar mensen al, die waren al gewend om plastic al apart in te zamelen. Dus voor die mensen zal het misschien alleen maar makkelijker worden. Ja, en dat is ook een beetje het idee erachter. We hebben ook afvalcoach. En Albert is vandaag aanwezig. Dat zijn mensen straks, want Albert is de eerste, maar er zijn straks meerdere afvalcoaches. Die ook mensen alleen maar gaan helpen. Want daarnet kreeg ik ook al een vraag voor: joh, als ik nou dit product heb, waar moet dat dan in? Ik zeg heel eerlijk, ik weet het ook niet altijd 100% zeker. Maar de Recycle Manager app, die geeft heel veel antwoorden op dat soort vragen. Ja, en ik heb thuis toevallig meegedaan met het 100-100-100 project. Dat heeft u misschien ook wel een beetje in de krant kunnen lezen. En als we nou gemiddeld 15 kilo restafval voor Lissewaard hebben, gemiddeld zeg ik, en het gemiddelde van de mensen die mee hebben gedaan aan het 100-100-100 project, die zit op 1,5 kilo. Gewoon door puur goed te scheiden. En de uitdaging zit hem, wat mij betreft, hoe regel je het in huis? Heb je genoeg bakken, et cetera? Nou, als dat goed gaat lukken, dan heb ik er alle vertrouwen in dat Lissewaard straks ook bij de topgemeente gaat zitten, ja, om dit goed uit te rollen. Het is een formeel tintje. We komen straks hier terug voor een lekker bakje koffie en weet ik veel wat ze allemaal geregeld hebben, maar dat zien we straks wel. Maar we gaan eventjes, we doen graag samen. En ik hoop, tenzij je niet op grote wil, maar dat mensen van de VBE daarbij even willen assisteren. De directeur van Rijn is sowieso ook erbij, want ik hoef niet zelf op die foto, we staan al genoeg in de krant. Maar ik vind het juist wel leuk dat de VBE mensen, en dat misschien de fruitschotenpion, jullie moeten maar zelf even bepalen wie dat dan wil. We gaan eventjes een formele handeling doen, ook voor het fotootje, ja, zodat we die publiciteit ook kunnen krijgen en richting de rest van Lissewaard. Wat ga ik overhandigen? Zeg maar. Het zakje overhandigen. Oh, een van de BW. Nou, met deze. Dankjewel. En je mag hem wel even open doen voor hem. En ik hou hem er gewoon voor. Kok, als je fiets opzij gaat. Ja, en deze krijgt u allemaal. Deze krijgt u allemaal. Oh, die heb je al.